Ja, hebben jullie het gelezen? Van jongetje Jette. Ja, die heeft een toespraakje gehouden als lijsttrekker. Op een bijeenkomst van D66. Oh, vrienden. Ja, om in te lijsten en om keihard te lachen ook. Ja, en voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, dan gaan jullie nu lachen. Ja, want hij is dik in orde. Want we weten het nog, hè. Hoe het allemaal ging, hè. De afgelopen tijd met D66 en die klimaatagenda. Ja, die moest in een hoog tempo door onze strot gedouwd worden. Ja, en dat ging dan met Kaag en vooral met jongetje Jette. Ja, die was daar de hele tijd mee bezig. En die zorgde ervoor dat er enorme velden kwamen met die windmolens op de Noordzee. Er konden er niet genoeg komen. En hij was druk bezig met de zonnepanelen en nou ja, en hij kwam met 28 miljard om, weet je het nog, om 0,00036 graden minder opwarming van de aarde te krijgen. Nou, en we moesten opschieten, er moest haast gemaakt worden met klimaat, want de wereld verging. Ja, vrienden, zo was het, ja. En nu moet je kijken wat er nu gebeurt onder druk van het feit dat ze dus 17 zetels aan het verliezen zijn. Staan nog maar op 7 zetels van de 24. Ja. En wat gebeurt er dan? En dan moet je eens, oh, camera is een beetje aan het zwaaien. Harde wind hier. Ja. En dan moet je kijken wat er gebeurt met die paniek. Ja, dan draaien we gewoon 180 graden. En dan gaan we gewoon iets heel anders beweren. Ja. Hier, moet je opletten wat die zegt. Hij zegt, ja, hij zegt, we moeten mensen geen angst meer aanjagen. Nou, jullie hebben niet anders gedaan bij D66. Want dat gaat ons niet vooruit helpen. Nee, dat kost je 17 zetels. Ja, dat begrijp ik wel. Want mensen hadden helemaal genoeg van dat klimaatgedram. Maar dat zegt hij ook. Zegt hij, ja, we moeten minder drammen en meer doen. Ja, hè? Is hij goed? Jette, jongetje Jette, hij is lollig, hè? Ja, hij is lollig. Ja, want hij zegt, de tijd van drammen en preken, ja, vooral preken, want dat kunnen ze goed, ligt achter ons. Ja, dat zou ik denken, ja. En zegt hij dan, ja, we moeten met praktische oplossingen komen. Ja, hè, jongetje Jette. En hier komt hij, vrienden, ik heb al zo vaak gezegd, kernenergie. En wat zegt jongetje Jette nu? Daar komt ie. Naast zon en wind, ja. Hebben we ook kernenergie nodig. Ja. En dit, vrienden, dit geleuter. Dit gedraai gewoon. In plaats dat hij had gezegd, sorry dat ik jullie de afgelopen tijd zo verschrikkelijk heb lastiggevallen met mijn gedram. Nee. We gaan gewoon draaien. We vertellen gewoon een ander verhaal. Onder druk van het zetelverlies. Vrienden, en dat is nou precies de reden waarom mensen maar steeds geen vertrouwen krijgen in de politiek.